Hallo dames en heren van XPGames.nl, welkom terug bij een nieuwe video, een nieuwe Minecraft Survival. Waarom de fuck is de kamer van de slaapkamer dicht? Ik herinner me niet dat ik dat gedaan heb. Oh, hallo! Hallo, ik ben ook weer terug. Hij is terug. Marlon. Ja. Heb jij het nieuwe kippenhok al gezien? Nee. Kom, dan gaan we even inspecteren. Dit zijn trouwens John, John en John en John. Oh, hallo John, John, John en John. Mar? Huh? Wat is die rare kip? Oh. Wat is dat? Ja, dat vraag ik. Oh, dat is lelijk, joh. Misschien moet je hem even slaan. Ja. Nee. Oké, nee. Oké. Blijkbaar is dit een persoon. Nou, hallo dames en heren. Even de serieuze intro vandaag weer. Jee. Ja. We zijn terug met Minecraft Survival. Dit keer zijn we met 3 personen. Ik heb 2 gasten vandaag. Stel jezelf even voor, jongens. Ja, ik, hallo, ja, jullie ik kennen ben, mij. Bart, ook wel genoemd als geen naam. Nou, en wij wilden vandaag gaan minen, of niet, jongens? Ja. Yes. Eerst moeten we even gaan slapen, want je kent de Minecraft parodie. Don't mine at night. Yes. Ja, ja. Jongens, ja, er zit een farm in het kippenhok, wat de heck? Ja, dat is al een tijdje. Stop, you have violated the law. Ga... Dat is mijn bed. Ja, don't sleep in my bed, you hoor. Wat maar. Wat is dat geluid? Goedemorgen allemaal. Ik heb goedemorgen, deze morgen. We hebben allemaal eten en genoeg supplies voor het minen? Nee, ik niet. Ik heb genoeg. Ja, we moeten even de furnace meenemen. Ik heb 4 broodjes. Gewoon iets in die richting. 3 broodjes. We moeten de furnace allemaal hebben, want we gaan iron smelten, zodat we iron pickaxe kunnen maken in de mine. Mag ik de furnace killen hier gewoon pakken? Nee, oh, okay. Marlon, wat is ik word gespuugd. Marlon, Marlon en Bart, wat ben je aan het doen? Ja, ik word pickaxe bespuugd. Moet je die sticks mag je wel meenemen. Ja, maar ik wil gewoon eventjes... Die inventory leeg. Inventory... Ja. Die boots mag je wel meenemen, hoor. Die heb ik ook niet meer nodig. Dat is niet meer nuttig. Ah. Ik heb nu weer full iron, dus... Rot vlees meenemen, zo. Hoppa. Hoe gives a shit about de rotte vlees? Ik neem die log mee. Ik neem gewoon een stone pickaxe mee. Oh ja, en nog wat... Waarom neem je die log mee? Omdat ik die kan converteren in hout. We hebben extra hout voor in de mine. Ik heb 58 hout. We hebben ook genoeg eten voor met z'n allen, of hebben we nog wat meer? Ja, ik heb genoeg. Ik heb ook nog een rauwe kot. Ook van die sweetberries, dus die kun je nog pakken als je wil. Ja. Ik verbaas me telkens weer over hoe mooi deze shaders zijn. Oh, dat vind ik wat in Minecraft mooi. Ja, dat is heel mooi. Ik kan ze alleen niet zien. Ik zie ze alleen maar in de video. Hey jongens, doen we er nog lang over, want ik wil eigenlijk wel de mine laten zien waar ik ben. Ik ben klaar. Oké, follow me. Ik ben ook klaar. Marlon. Hm? You remember de ravijn ride waar ik het over had in de allereerste episode? 22 crafting tables gemaakt. Oh, wauw. Ik heb ook een ravijn gevonden. Heb je het heel anders? Oh, ik heb nog meer granite. Oh, chill. Oh, plaatsen iets waardoor we weten... dat het daar een ravijn is. Moet ik even goed over nadenken. Toen zei ik toch, ik heb een ravijn gevonden. Toen zei hij dat ik... Ja, ja, ja. Ja, kijk, die heb ik dus hier. Oh, wauw. En dan... Oh, dan kunnen we gewoon naar beneden springen. Hé, pak van water. Marlon, pas op. Waarop? Ja, gewoon oppassen dat je niet... Op je kleine broertje. Ik heb ervaring. Daar moet je oppassen. Bart. Ja. Staat hier al het een en ander, we hebben kunnen al iron smelten. Ja, we kunnen al iron smelten. We moeten dus alleen nog maar coal en shit haken. Volg mij. Yo. Volg mij. Hier is je cave. Oh my god. Ik ben hier al wel geweest, maar er zijn nog stukken waar ik niet ben geweest. Vandaar dat ik jullie meeneem om het wel te doen. Oh, daar is ook nog een stukje. Willen we die kant op? Oh, je hebt zoveel geluk. Gewoon gelijk eerste aflevering, die personen proberen elkaar gewoon dood te maken, gewoon gelijk. Follow me? Die lach. Volg mij. Dat moet gewoon een nieuwe Darth Vader lach, jongen. Darth Vader lach?
Skeleton! Ja. Kom op dan, hè? Awa. Ga gewoon charge. Laat gewoon met zijn pickaxe. Ik ga hem gewoon. It's true. Neem ook een kool zodat jullie torches kunnen maken. Hier zit kool. Waar? In de grond. Kijk uit je toppen, gewoon hier. Yeah. Ik heb geen doppen bij me. Auwa. Auw. Echt gewoon, survival met twee personen gaat nog wel, maar met drie wordt het echt chaotisch. Oh. Oh, hier. We hebben een nieuw stuk van de cave ontdekt, jongens. Lekker gravel. Ik heb een heel stuk nieuwe cave ontdekt. Oeh. Oh my, wow. Ik kom er dadelijk aan. We gaan eerst even dit stukje nog doen en dan gaan we dadelijk jouw kant op, naar jouw stukje. Oh, nee, maar ik bedoel echt gewoon een hele nieuwe cave. Iron. Iron. Neem zoveel mogelijk iron ook mee. Ja, of course. Dan kunnen jullie tools aanmaken, shit. Sure, en kool ook ik mee. Ik neem altijd al. Ja, ik ben de kolen. Wil je iemand trouwens nog crafting tables hebben? Ik ben also known as kool. Is dit hier ook redstone? Ik weet niet of we dat ooit nodig gaan hebben. Gewoon meenemen. Ik bedoel, ik weet hoe ik een adventure map of zo moet maken met command blocks, maar dit is een. Die kan ik hier niet krijgen, laat ik het zo verwoorden. Heb je een iron pickaxe? Ja. Dan zou ik het gewoon even meenemen. Oké. De rode steen. Je kunt er hele mooie redstone blocks van maken. Als ik ooit de troon nodig heb, weet ik dat deze dat gaat bewerken. Moet ik een redstone meenemen? Oh, een redstone moet je met iron, hè? Ja, want als je er een blok TNT tegenaan zet, dan ontploft alles. Maar ik wil niet dat het zo creepen. Oh ja, dit is ook een ander stuk van de cave. Hier ben ik geweest voor het minen van de diamonds. Waar ik het over had. De diamonds. Oh, kut. Nou, dat heb ik even afgesloten of zo. Ik heb geen richting op Anmelon's nodig. Watch out. Oh, ik ben nu al. Ik heb nu al geen eten meer. Heb je, hebben jullie genoeg eten? Ja, ja, wel, wel. Ja, ja, ja. Ik ben, ik heb niet. Wij hebben vast wel het hoofd voor Barchi, of niet? Nee. Anders ga ik toch even terug. Nee, ik heb bijna geen eten. Oh god. Heb je genoeg eten? Ja. Ja, we hebben allemaal genoeg eten. It's Tim, ik heb genoeg eten. Ik heb ook geen eten meer. Ik heb al een fucking veel rauw eten. We hebben genoeg eten? Ja, nee. Ik ben mijn shovel kwijt. Oh god, nee. Je hebt hem gewoon gebroken, of niet? Nee. Oh. Hij ligt waarschijnlijk nog ergens in de zee. Jongens, hier hebben we lekkere... Hier hebben we nog een grote... Oh, creeper! Oh man. Oh man. Ja, ja, iron, iron. Hoppakee. Gewoon meenemen die af. Hey, vieze nakken. Awa. Hey! Oh nee! Don't slay me! Jongens, ik. Nee, dat is mijn iron! Nee, ga even aan de kant! Dus, ik ben bijna dood! Ja, mooi zo! Stel ik wil die iron! Kinderen, ik voel me net de kleuterjuf! Stop met elkaar! Nee, ik kan het bijna! Nou! Ja, laat mij eens kijken. Je hebt ze allebei. Jongens, ik zie een mob met golden armor. Als de zombie is, dan gaan we verdrinken. You know the trick I told you guys. Ja, ja, ja. Oké. Heb je de kijkers uitgelegd hoe de trick werkt? Of weten de kijkers ervan? Nee, de kijkers hebben het met eigen ogen gezien. Come on, werk, truc. Oh, het is geen iron armor meer. Of was het een... Was het gewoon een enchanted leather chestplate? Oh my god, het is een zo. Oh ja, dat het was is een skeleton. Auw. Oké. Got him. Dank voor de arrows, ik ben toch. We hebben in ieder geval genoeg eten voor de dag. Oh jemig! Hm? Waar komen al die arrows in één keer vandaan? Misschien doet het skeletons. Oké, hier kunnen we even een base opzetten. Zet even je crafting table. Eén van de crafting tables. Ja, één van de zoveel die je hebt. Zo. Nou, kijk. Ah, oh, shit. Maarten, wil je er ook nog eentje hebben? Hier, alsjeblieft. Ik geef ze. Ja, maar okay. Ik heb liever... Wil je er nog één? Eten. Je hebt er twee. Ik word vrij traag. Jongens, ik heb nog wat eten. Kom even hier dan. Hier, kijk. Ik geef je de helft van mijn potaten. Oh, 9. Dat is genoeg. Ja.
Weet je dat zeker? Vorige keer ik heb er nog één potato. Vorige keer dacht ik ja, dat je ook al je genoeg had. Je kunt ook nog mushrooms eten. Oké, okay, maar welke kant gaan we op? Gaan we links, gaan we die kant op, of gaan we daar naar boven? I say we split up. We gaan deze kant op. Weet je het zeker? Oké, okay, dan ga ik hier naar links. Als we gaan split uppen, hè, als de ander nood is, je eigen schuld, jij koos voor... Ik heb emeralds. Ik zie niks. Ik heb wilde emeralds, jongens. Wild emeralds. Oh, dan kunnen we traden met... Nee, kijk, ik heb wilde emeralds. Kom kijken. Wait. Nog zeldzamer dan diamond. Wil... Ja, weet ik. Dan kun je mee ruilen met villagers. What the fuck? Nee! Nee! Nee, wie is dat? Oh, hij is weg. Hij is weer weg. Het is een Duitse hacker. Wacht. Ik hoop je. Ja, wacht. Ik ben even hier. Ik ben infiltrator, jongens. Het zijn er twee. Kijk hier. Hierboven. Auw. Ik zeg kijk, maar je gaat gewoon door. Ja, het moet gewoon even makkelijk te worden. Ah, ik ben bijna ingesloten. Kijk, oh, hier. Ik ga ze lekker hakken. Heeft iemand nog... Geef terug! Toortjes? Ik heb hem niet. ik heb het wel. Oké. Waarom hak je het weg? Laten we hier weggaan. Moet dat niet? Nee, ik gewoon laten staan, joh. Ja, maar het is anders en zit zo moeilijk door. Ik heb gold, jongens. En ik zie lava hier. Hoppakee. Mijn pickaxe is bijna kapot. Ja, ik heb iron. Zit in die andere gedeelte van de cave, weet je nog? Daar kun je dat in de base. Ik ga naar de lava. Hey. Iron. Ja, er zit iron in de furnace daar. Hey. Waarom? Waarom heb je geen coordinates aan Sam? Daarom niet. Dat is veel handiger. Jongens, ik heb 13 iron. Weet je, kom het zelf ook maar gewoon halen. Degene die het eerst komt, krijgt de iron. Ik ben er. Hier. Ik ben in de lava. Wat? Waar? Oh, daar. Haha, ik heb de iron. No! Bart. Auw! Ik ben een communist, ja? Alles moet eerlijk verdeeld. Enjoy communism. Oh, jongens, nog meer stukjes cave. Diamonds! Echt? We hit the jackpot, boy. Gewoon nu al. Ja, kijk, hier. Diamonds! Weet je hoe vaak ik diamonds heb gevonden in mijn survival? Nee, Manon, don't even think about it. My precious! Okay. Weet je hoe vaak ik diamonds... Wat? Dit is mijn precious. Van mij. Ja, maar weet je hoeveel ik in mijn survival diamonds heb gevonden? Nou? 1! 1 diamond. Wow, oké, een shovel van maken. Wow. Een diamond shovel. Ik had een Hunger Games gedaan en toen had ik iemand geprobeerd te killen met die shovel, maar toen had ik alsnog verloren. Wacht, what the fuck? Ik hoor een wandering trader. Ja, die komen gewoon op de gekste plekken. Oké, okay, jongens, stop even nog wat iron in de furnace. Ik craft. Kom eens een duik in de end tegen. Craft even wat armor, want, you know. You know this stuff hits you hard. We need that shit. Oh, ik dacht eventjes dat ik het gewoon van allemaal eigen. Oké, ik pak even de water. Maar dat was niet. Een beetje, maar dat was niet. Oh, trouwens, Tim, kijk eens naar mij. Wat? Nu zien de kijkers wie de koning hier is. Ja, klopt. Je hebt armor, how nice. Oké, Bart, er zit nog wat iron in de furnace, kom even hier. Ja, ik heb mijn eigen iron al. Maar? Hm? Ik heb niks. Nee. Ik heb niks. Ik heb niks. Opgepakt. Ja, toch kijken eens. Ja, ze gaan ook echt direct antwoorden. Ja, jullie maar, jongens, ik ga nieuw... Wauw, de Wandering Trader zit in de cave! What a surprise!
Oh, pumpkin seeds. Oh, melon seeds. Die heb ik nu. Wil je de iron terug hebben? Nee, die mag Bart, mag die... Oh nee, dan laat ja. Een grapje. Nee. Dat zijn haren, hè. Doe even, even leuk voor de video. Hier. Ligt daar. Oh, man. Ik neem even de furnace. Ja, eigenlijk waren het de 11. Dus we gaan zelf nog eentje set gegeven. Ik neem even de furnace mee met de iron die erin zat, zodat we... Als we, want we gaan nu naar een ander gedeelte. Dat we gaan naar huis. Nee, we gaan nog niet grapje naar huis. Grapje. Nog lang, nog en lang en niet. Nog lang en niet. Moe poepen. Hey, dit is echt gewoon... Ja, toch dit is echt het hoogste niveau, Bart. Jongens. Dus we zitten hier echt gewoon in de universiteit, jongens. Hard. Je had een ander gedeelte van de cave ontdekt. Ja, daar was het. Maar waar kwam de cave in eigenlijk? Ja, dat weet ik ook niet mee. We lopen allemaal andere kant op. En we kijken allebei tegelijk aan het onderzoeken. Ja, Ik weet niet het beste weet, laten we die dan maar volgen, of niet? Ja, ik ga de andere kant op. Ja. Jongens, kijk, aanschouw, dit is Henk de grot, man. Oh, wauw. Henk, hallo, mag Henk. Port op. Aangenaam. Aangenaam, Koen is de monk. Wacht, oh, gewoon Bart. Nou, die flimma is ook even. Weet jij nu waar het was, of was het niet hier? Waar komen we de cave in? Oh, zijn we vanaf de buitenwereld. Slime! Oh, ik dacht dat je zei slang. Die zijn de slangen in Minecraft, wat? Slangen! Ah, ik heb slimeballs. Oh, daar kunnen we een sticky piss van maken. Kunnen we een secret base maken? Nee, dat moeten we maken. Nee, we maken de slimebox van nog ja, zo'n geheime base deur, weet je wel, met redstone en zo. Oké, okay, we hebben in ieder geval juice gevonden voor deze shit. Maar waar moet ik maar. Wat hadden we eigenlijk? Wait, je weet dat heb er een diamond glitch is. Dus daardoor herken ik het je weet dat. Meer. Je weet dat er een diamond glitch is. Dit is het begin. Een limited diamonds te hebben, als je genoeg XP hebt. Dit is het begin, ja. Je was met een anvil heb je nodig. Je hebt een anvil nodig? Ja. Hier. Dit is de beginning. Ik heb. Bart, ik heb nog wat iron voor je. Hier, je is er niet nog ergens anders een cave of zo? Wauw. Ja, daarboven, daarboven is nog een opening. Waar was ik nou gebleven? Wat wou ik nou zeggen? Wat je nodig hebt, een anvil of zo? Ja, dan heb je unlimited diamonds. Als je een anvil hebt en dan moet je een diamond blok maken. Gewoon hier. En dan moet je één zo'n diamond 3 nemen. Oh. En dan moet je die in het blok doen. En dan heb je gewoon die 9 diamonds heb je nog. Plus dat blok. Jongens, ik en dan kun je over en over doen. Ik ben bang voor spinnen. Oh, wow. Bijt mij, dan word ik Spider-Man. Hey, Spinnenman, how you doing? Ah, he's dead. Hier kom. Marlon had lekker die eieren, ik loop van door. Oké, dus ik ben dood, er is hier niks te vinden. Ja, tenzij maar, je doorhaalt. Ik kan er niet op. Maak ik hem kom er niet oh, nog meer Iron. Je laat gewoon al het iron hier zitten. Ja, omdat ik weet dat jullie toch voor me oppakken. Wat dan als ik het niet deed? Ja, dan had ik het zelf wat dan wat nou als ik het gewoon voor mezelf ja, dat kun je doen. I don't care. Ik heb full iron gear. Ik moet zelf wat bewaren heb... trouwens. Ik heb ook heel veel iron en 1 gold, zelfs want gold is duur. Ik denk dat we het best een andere cave kunnen gaan zoeken, want hier zit niet zoveel meer. Ik ben hier lekker boven jullie, lekker niet. Kom maar dan, we gaan weg hier. Doei Bart. Nee! Ik neem deze furnace mee voor de volgende cave. Waar wat een slide. Oh, hier gaan we naar binnen. Oké, okay, als je hier... Hier gingen we daar de cave in en dan gewoon doorlopen dan. Lekker hier naar boven zwemmen. Dat is wel nice dat ik hier nu gewoon een bucket heb. Dat ik hier gewoon water plaat. Dat hier gewoon een wow. Je moet eigenlijk een lift van maken met soul sand. Jongens, er zit nog iron. Maar ik ben ja, blij. Dat gaan we doen. We gaan met soul sand werken. Jongens, ik ga wel even naar... Heb je al een nether portal mee? Dat denk ik. Nee. We kunnen wel obsidian krijgen. Ja, we hebben nee, ik heb nog geen diamond pickaxe gemaakt. Ah ja, dat kunnen we nu doen. Ja, dat kunnen we nu wel doen. Ik denk dat het misschien verstandig is om nu te gaan slapen en dan zeg maar al wat nog wat te doen aan tools en meuk. En dat we dan pas verder gaan met
node met nog meer minen. Want de aflevering wordt ook wel een beetje lang nu, dus we moeten wel even rekening daarmee houden. Ja. En we zijn een beetje low on voedsel, vooral Bart. Ja, ik ook best wel. Ja, ik ga wel even een farm runnen. Dus wie heeft mijn bed eigenlijk? Ik ga even farmen, dan ga ik even bezig met tools en meuk. En waar is mijn bed dan? Die staat boven toch? Ja, Die staat boven. Ja, mijn kip slaapt gewoon in mijn bed, jongens. Kimpie, jonkie. Je bed is gewoon gemaakt van kippenveren. Heb je je bed nog gevonden? Ga nou slapen! Oh, hij heeft het net al gevonden. Echt, het was net een seconde wat we nog nodig hadden om te skippen naar de dag. Maar Marlon stapte toen net op dat moment uit zijn bed. Moest gewoon eventjes mijn benen rekken. Oké, ik ga... ik ga even een diamond pickaxe maken. Zie je opeens een partner van de dak afvallen? ik keek om, ja, ik zag hem Marlon zo kijken zo uit het raam. Ja. Ik ga even een diamond pickaxe maken en wat spullen opbergen. Ik zal ook de farm groter maken anders. Die is wel iron, ik heb 21 iron. Ja, daar kun je nog even wat gear van maken. En misschien voor Bart als je echt aardig wil zijn. Nee. Ja, ik heb al grapje. Bijna voor gear. Ik dacht al, wat ben je net dik. Ja, ik heb genoeg voor full gear. Dat is nice. Alleen heb ik dan geen tools. Hoe heet het deze kat ook alweer? Ze hebben allemaal gewoon één naam en een kreet in de zorg. Ah, what the fuck? Nee, man. Wat? Nee. De zaakjes van de meloenen zijn weg omdat ik erop ging staan. Ze zijn gewoon footsie. Ja, ze zijn gewoon weg nu. Zijn dat de enige meloenen die je had? Ja, nee, dan moet ik terug naar Henk de Villager om nog een emerald aan hem te geven. Dat is lekker duur. Hey, doe Bart. Ik dadelijk wel even offscreen. Hier wilde ik gaan vissen. Want daar kun je ook wat eten van halen. Bart. Bart, kijk eens. Bart. Hier. Catch this. Nee, mijn farm, jongens. Wat is nou even kip? Even op. Van ei bedoel ik. Ja, maar nu heb je dus farm gemold. Wacht even, ik ga. Wie wil er een zeekomkommer? Ik niet. Waar de fuck haal je die nou weer vandaan? Ik haal wel even meer water. Oh, ik bedoel meer zand. Ik heb een. Oh, hier. Hij dreef naar boven. Jongens, laten we even gaan vissen voor het einde van deze episode. Okay. Ja. Want vissen is leuk. Maar ik heb geen vishengel meer. Oh, wacht, toch wel. Ik heb geen vishengel. Ik kan er wel even eentje voor je maken. Niet in die kist pakken, nee, daar liggen... Sorry. Daar liggen van die hele valuable vishengels in. Mag ik mijn vishengel enchanten? Met mending erop, of zo? Ik heb geen enchantment table. Nee, maar je hebt toch vast wel een dingen. Nee, maar hier staat mending op. Ik kan deze vissen. Er staat mending op. Dat kan ik gewoon gebruiken, toch? Nee. Ik. Waarom niet? Dan kan ik meer. Geef mij die vishengel eens. Ik ga ze samenvoegen. Nee, dat hoeft nog niet. Dat kun je beter doen als die bijna vol. Ja, oké. Okay. Wacht, kun je niet beter eerst een andere vishengel doen? Die vissen kost toch ook users, of niet? Ja, maar als je een mending hebt. Daar krijg je juist meer van. Dan krijg je meer use van. Oké. Ik stop deze dan weer terug. En minder. Ga dan wel op de pier. Ja. Ik heb de pier niet gemaakt. Ik wil wel nog even deze vis vangen. Ja, inderdaad, even voor vis. Ik heb de pier niet voor niets gemaakt. Maar gaat naar jou toe. Ja, oké. Ik heb al één vis. Jij rolt de flash. Ja. Je krijgt dat gewoon meer. Je kunt ook meer volgens mij een spin killen. Je kunt een spin killen en dan snel switchen naar je hengel. Ja, en dan krijg je ook users, ja. Ja. Waar is je pier? Ik heb pufferfish. Ik heb waar eten. Is je pier? Oh, en drugs. Pufferfish en drugs. Ja. Dat heb ik in de allereerste aflevering heb ik het al verteld dat dolfijnen soms pufferfish in de wild. Drugs!
zodat ze het gif afschieten. Dat is voor de dolfijn, is dat drugs. Oh mijn god, wat is dit? Ik heb hier een visengel gevist. Weer een visengel? Ja. Wat staat erop? Ik ga dadelijk even kijken als ik deze vis. Ja, hoppakee. Als Luck of the Sea 3 is, moet je die allemaal bij elkaar gooien. Dan wordt die zo goed. Lure. Ja, ik heb er een met Lure 3 en een Breaking 3 op dezelfde Koenkloeren. Ik heb nu al 3 keer achter elkaar drugs. Wow, wacht. Is dat een drowned met een baby drowned op zijn rug daar in de verte? Even inspecteren hoor. We staan weer lekker op de pier, liever een worm. False alert. Marlon, zwem eens naar deze vis toe. Oh ja, ja, ja. Nee. Oh, maar. Oh, ja. Krijg ik nu drugs? Ja, het is heel Ik heb een vis. Het is een pufferfish gelukt, jongens. Marlon is nu aan de drugs. Aan de drugs. Oh, oh, allemaal, oh ja, allemaal vissen crisscross door elkaar. Ja, dat is heel verwarrend. Auw! Jongens. Hoppakee. Oh, ik ben nog een keer gehit door die pufferfish. Ik heb er nog één gevangen. Oh, ik ben al lekker level 4 van door die vissen. First amending fish. Ik een 6. Ja, dat gaat niet heel snel, maar je krijgt win-win, want je krijgt... Drugs, lekker man. Heeft hij alweer wat terug? Ja, zeker. Oh, tripwire hoek! What the fuck moet ik hiermee? Hier kan ik een crossbow maken trouwens, nu weet ik. Wist je trouwens dat 1 kwartier in real life 1 Minecraft is? Ja. Ja. Vooral het vissen voor vis is nu heel makkelijk, want dan krijgen we wat meer eten. Misschien moeten we dat offscreen doen, zodat we wat meer eten krijgen straks. Ja. Ik krijg een visengel. Ik heb een visengel gevist. Wacht, wat staat erop? Niks. Oh, oké. Okay. Ik wil eigenlijk op avontuurkie weer de map verkennen. Ik weet wel waar 2 villages zitten. Eentje heeft heel weinig villagers, een van die villages. En de andere is super groot. Wow. Hij zat niet meer in het rood. Dit is leuk, gewoon even met z'n allen vissen. Gewoon... Ik denk dat lekker peaceful zat en dan brak hij. En nu is hij alweer lekker. Even met z'n allen rustig vissen. Gewoon niks doen. Weet je wel. Ja. Als je in real life net zo... Ja, ik kreeg een bot. Ja, ik zag het. Als je in real life net zo snel bait kreeg als hier, echt, oh. Dan heb je de zee binnen de kortste keer leeg, joh. Jongens, hoeveel vissen zitten jullie nu? Gewoon die 8. 24 kot. Maar dit is nog niet 1, dan ga je... Ik heb een boog met punch 2 en power 4. Wow, what the fuck? Heb je die van vissen? Ik heb 10 Call of Duty's. Kot. Ja, oké. Okay. Hoeveel? Hoeveel wordt? Oh, ik heb 25. Jongens, ik heb een Nemo-vis gevangen. Oh mijn god, daar heb je helemaal niks aan. Dat Disney geen geld meer kan verdienen aan de sequel van Finding Nemo. Nemo is dood. Ik heb hem al gevangen, haha. Hij is dood! ik heb hem nu als gijzelaar. Ik wil van Disney 20 miljard en dan laat ik hem vrij. Dan moet je een sequel maken. Rescuing Nemo. Oh ja. Mijn god. Gaat de FBI. En dan komen ze in crossplay en Minecraft, ja. Dan komen ze in Minecraft en dan moeten ze tegen zombies. Wat willen we de volgende aflevering gaan doen, jongens? I'll let you decide. Oh, het regent. Drugs nemen. Vissen. Willen jullie... Grapje. Dat vissen toch heel goed, of niet? Mensen, neem geen drugs. Dat is slecht. Ja, ja, dat weet als het goed is. Maar ik kreeg een zadel. Wel zo, maar... Heb je een zadel? Nice. Alleen ik heb drugs. Willen we op aflevering gaan minen of willen we op avontuur gaan? Ik heb er schoenen gekregen. Avontuur, laten we op avontuur gaan. Wil je Grenuit hebben? Ja. Nee. Oké, dan gooi ik het in het water. Ja, ik ga dadelijk even offscreen. Ga ik even heel de boel farmen en een heleboel vissen. Zodat we heel veel eten krijgen en dan gaan we op avontuur in de volgende aflevering. Op avontuur gaan. Welke kant willen we? Ik wil eigenlijk nog wel hier naar links dadelijk, naar de bergen. Daar ben ik nog niet echt heel ver gegaan.
Ik ga even mijn vis in de oven stoppen. Ik heb 18 vis. Het gaat niet heel snel, maar hij breekt in ieder geval niet. En daar gaat het om eigenlijk. Oké, deze perfect fish gooi ik gewoon weer terug het water in. Huh? Ik heb geen eens mending en bij mij komt ook dit XP bij. Oh, ik heb een drankje. Of uses bij. Mending is niet voor... Wacht. Je weet wat mending is voor het repareren van je visengel met experience? Ja. Maar ik heb geen mending op mijn hengel. Ja, Marlon, je mag deze Nemo's hebben. Ja, maar wat heb je? Vis waardeloos. Wist je dat? Ja. Dit is totaal niet useful. Ik kan de Nemo niet oppakken. Ik zit op 21 vissen. Ik denk dat we dadelijk een... let's call it a day, shall we? Ja, ja. Yeah, why not? Nou, dames en heren, vonden jullie dit nou leuk? Willen jullie ons vaker waardeloos zien vissen? Laat dan een duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren op deze twee gozers. Ik wil jullie bedanken voor het meedoen, jongens. Ja. Ja, ja. Zeker weer volgende keer. Ja. Dan hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien. Doeg. Doei. Wat de fuck was dit dan nou weer?